Leerlingen en burgemeester planten 5 koningslinden. Dit is het RTV Apeldoorn nieuws. Op de hoek Papegaaiweg en Wenumseweg in Wenum-Wiesel werden afgelopen woensdag 5 koningslinden geplant. Burgemeester John Berends kwam woensdag in stijl naar het zogenoemde Oranjebos toe om daar de eerste boom te planten. De leerlingen van de basisschool Prinses Beatrix hielpen de burgemeester een handje. Wenum-Wiesel beet daarmee het spits af door als eerste een festiviteit te organiseren ter gelegenheid van het 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. Na het planten kreeg de burgemeester een herinneringsschep cadeau. We weten dat u van tuinieren houdt. Ja, klopt. En dan kunnen we in ieder geval ook deze gebruiken. En hij is in ieder geval versierd met een datum enzovoort. Bij deze. En ja, hartelijk dank. Heel hartelijk bedankt voor deze schitterende spaar. Dat is inderdaad vooral voor het planten van bomen. Of mooie kantjes maken, hè, bij het gras en zo, om zo te zeggen. En ik zal hem zeker gebruiken. Okay. Daar kunt u zeker van zijn. Uitstekend. Dank u wel. Okay. Het is de eerste keer dat de 5 koningslindes, althans in Apeldoorn moet ik natuurlijk even zeggen, gemeente Apeldoorn, in 1 keer geplant worden. Dat is uniek. En deze 5 koningslindes symboliseren de koninklijke familie. Dat is toch prachtig? Onze koning, onze koningin en de 3 prinsessen. En in Wenum en Wiesel ook de eerste activiteit namens 200 jaar koninkrijk. Bijzonder moment. En ook het cadeau wat ik trouwens heb gekregen, ook bijzonder. De dorpsraad van Wenum-Wiesel, de buurtcommissie, Oranjevereniging WWNA en de basisschool Prinses Beatrix hebben samen dit Oranjebos verwezenlijkt. Hiermee wil Wenum-Wiesel de historische band met het Koningshuis nog eens extra benadrukken. Waarom is gekozen om koningslinden te planten? Ja, eigenlijk uit creativiteit ontstaan. We weten dat er vaker koningslinden geplant wordt voor zulke gelegenheid. Alleen Wenum-Wiesel wilde het extra doen en we nemen maar een heel bos aan planten. En daarom hebben we de 5 gekozen. Ik denk vrij uniek. En ook de grootte is vrij uniek, want dit zijn bomen die toch al behoorlijk volwassen zijn. De binding met het Koningshuis heeft ons gebracht tot het kiezen voor 5 koningslinden. Nou, de burgemeester heeft het al gezegd. Symboliseert Maxima en Willem-Alexander. Nou, we zijn net koning en koningin geworden. Allemaal redenen om daar nu aandacht aan te besteden voor ons. De plek voor het Oranjebos is een bewuste keus geweest. Ja, de reden dat wij het eerste zijn, niet zozeer, we willen graag altijd het eerste zijn. En we willen ook vooraan staan natuurlijk, ook zeker bij deze dingen. Maar de hoofdreden dat het nu is, omdat de planttijd nu is. En laten we zeggen, we zitten aan de uiterste termijn, zeker met dit weer. Om nu te planten. Dus we wilden niet wachten tot juni, want dan gaan de bomen niet meer aanslaan. Dus dat was de reden dat wij zo vroeg zijn. Maar daarmee zijn we in ieder geval uniek en de eerste ronde Apeldoorn. En zoals burgemeester John Berends kwam, zo ging hij ook weer weg. Het Oranjebos in Wenum-Wiesel is nu een feit. De politieeenheid Oost, waar Apeldoorn onder valt, maakt gisteren bekend dat het aantal overvallen in de gemeente sterk is gedaald. Het aantal woninginbraken nam het afgelopen jaar met 44% af. Dat is bijna een halvering. Het aantal overvallen daalde van 195 vorig jaar naar 97 dit jaar. Het aantal straatroven liet een lichte stijging zien van 4%. In de meivakantie worden er speciale rondleidingen gegeven op het dak van Paleis Het Loo. Vanaf het paleisdak is er een wijds uitzicht over de omgeving en de paleistuinen. De paleistuinen blijven in die periode een uur langer open. Van 26 april tot en met 3 mei wordt het dak van het paleis opengesteld voor het publiek. Het publiek wordt dan rondgeleid door gidsen. Dagelijks tussen 11 uur 's morgens en 4 uur 's middags vindt er elk half uur een rondleiding plaats, met uitzondering van zondag en maandag.